In de toeslagenaffaire ligt de Belastingdienst al een tijd onder vuur vanwege de harde aanpak van ouders die, vaak ten onrechte, in verband zijn gebracht met fraude met de kinderopvangtoeslag. Kruistocht tegen vermeende fraude rond kinderopvangtoeslagen. De dienst dacht bij iedereen die ook maar één fout maakte dat het om fraude ging. Honderden, mogelijk duizenden ouders werden door de Belastingdienst ten onrechte als fraudeur bestempeld en moesten jaren aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Tot nu toe ging de berichtgeving dus over de desastreuze aanpak van fraude. Maar de Belastingdienst brengt ouders ook op een andere manier in grote financiële moeilijkheden. Dat is minimaal een even groot probleem dat nog nauwelijks aandacht heeft gehad. Dat probleem draait om de zogeheten eigen bijdrage. Sinds invoering van het huidige stelsel in 2005 is het voor ouders verplicht om een eigen bijdrage te betalen voor de kosten van kinderopvang. Dus zolang je die eigen bijdrage betaalt, krijg je in principe je toeslag op je rekening. Maar nu komt het. Als ouders dat een keer niet of niet geheel hebben betaald, dan vordert de Belastingdienst de gehele toeslag over een jaar terug. Dus ook als ouders bijvoorbeeld €200 te weinig betalen, moeten ze alles terugbetalen. Dat gaat vaak om €10.000 of meer, wat die ouders vaak helemaal niet kunnen ophoesten en ze in grote financiële nood brengt. Nu is het zo dat de Belastingdienst wettelijk verplicht was om op deze manier terug te vorderen. En de dienst zag zelf ook in dat die manier van invorderen meer kwaad dan goed deed. In 2014 heeft de Belastingdienst dan ook gewaarschuwd voor de ernstige gevolgen van dit beleid bij de verantwoordelijke bewindspersonen minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Erik Wiebes van Financiën en gevraagd om een wetsaanpassing. Dit heeft echter tot niets geleid. Hoe kon deze kant van de toeslagenaffaire die tienduizenden ouders treft zo onder de radar blijven? En wat staat er in de vertrouwelijke stukken van Financiën waarop Follow the Money de hand wist te leggen? Lees het op ftm.nl.